Hallo, dit is de voicemail van Sanne Hans. Hey Sanne, ik ben een beetje zenuwachtig. Nou, ik moet nog even werken aan deze tekst. Maar ik vind het spannend joh. Morgen al, hè? Bel me anders even terug als je tijd hebt. Doei. Een paar weken geleden vroeg ik aan Sanne Hans of ze ook wel eens gewoon surft. Ze is een fervent kitesurfer. En ze vroeg waarom ik dat vroeg. Nou, het was eigenlijk gewoon pure interesse. En ze zei, dat wil ik wel gaan beheersen. Ik kan dat nog niet. Zullen we dat samen doen? En toen ik dat vroeg, was het in de tijd van dat schitterende weer afgelopen nazomer. Dus dan prik je een datum, dat is vandaag. En op dat moment vergeet je even dat het ook wat kouder wordt. Dus het is vandaag een graadje of 10, 11. En dan duiken we straks het water in. Ik ben een koukleum. Ik ben hier eigenlijk niet voor gemaakt. Maar het lijkt me wel heel vet. Ik surf altijd alleen met Oosterwind. Ja. Ja. Dus ik denk Oosterwind. Dat is natuurlijk wel een surprise. Ja, Oosterwind. Ja. Hebben we dat nu? Nee. Ja. Je hebt gewoon door de wind. Ja, door de wind. Jij hebt Oosterwind. Ja. Ik heb wel een zwembroek bij me. Dus niet nodig. Gewoon lekker naakt te pakken. Ik ga hem naakt pakken. Ik zet hem naakt pakken. Maar... Heb je Nee, maar ik heb een zwembroek mee met allemaal eitjes erop. Ik dacht, dat is een goede boot, dit is een eitje. Oh, shit. Hoe vaak heb jij dit gedaan? Twee keer. En heb je gestaan? Ja. Jij geeft gewoon les, toch? Ja. Het is jouw vak? Ja. En ja. Hij geeft goed les, want ik kan al staan. In Frankrijk dan. Dus of het hier lukt, dat weet ik niet. Maar als het hem bij mij lukt, dan bij jou helemaal. Oké, nou, let's do this. Ik bekijk nu zelf deze beelden en het is niet best. Los van het niveau zijn de beelden ook niet best. Het is vooral heel veel water en vallen en vallen en vallen. Met af en toe een momentje van euforie. Maar het is niet best. Ja, kijk maar. Ja, dat zei ik toch. De conclusie is dat ik wel een keer of 4-5 wist te staan. Ben ik heel trots op. De conclusie is ook dat ik ontzettend stijf ben. Ik voel pijn op plekken waarvan ik niet eens wist dat daar spiertjes liepen. Maar de conclusie is ook dat ik het helemaal fantastisch vond. Dus Sanne, Lex, jullie waren geweldig. Dankjewel voor deze introductie. En ik wil het heel graag nog een keertje ervaren, dus tot snel. Voor nu zeg ik dank jullie wel voor het kijken. Laat me weten wat jullie vonden in de comments. Ik weet het wel wat jullie vonden. Het was niet best. Anyway, laat het toch maar weten. En tot een volgende. Doei.